Wout en dit is mijn moeder Sabine. En ik werk voor Team Sportservice Zaanstreek Waterland en West-Friesland. Leuk dat je weer kijkt. Vandaag laten Maud en ik jullie een paar leuke springvormen in een lang springtouw zien. Wat heb je vandaag nodig? Nou, eigenlijk niet zo heel veel. Een lang springtouw. Of een waslijn. Of twee kleine touwtjes die je aan elkaar knoopt. Nou, oké. En een stoel of zo waar je het touw aan vast kan knopen. En iemand die draait. Oefening 1. Weet je dat het hartstikke leuk is om over een touw te springen dat gewoon over de grond beweegt? Spring maar eens over een slangetje heen of over golfjes. Opdracht 2. Het touw beweegt heen en weer over de grond. En probeer daar maar eens overheen te springen. Zal ik je de truc vertellen? Loop achter het touw aan als hij van je afgaat en spring er overheen als hij naar je terugkomt. Oefening 3. Het touw draait rond en jij gaat proberen er onderdoor te lopen. Ook hier is een truc voor. Je wacht tot het touw de grond aantikt en dan loop je erachteraan. Oefening 4. Deze is super lastig. Het touw draait weer rond. Jij springt in het touw, maakt één sprongetje en loopt weer door. Oefening 5. Je begint naast het touw. De draaier gaat het touw ronddraaien en jij probeert zo vaak mogelijk in het touw te springen. Als je dan klaar bent met touwspringen, doe je gewoon ook nog een paar oefeningen voor je armen. Van al dat springen is Maud best wel moe geworden en heeft ook heel veel dorst. Proost, even wat water.